Hallo allemaal, daar ben ik weer, Katja, Puzzeltrainer van Max Health Club. Hops, daar ben ik weer, hallo, met mijn twee vriendjes, die kettlebells. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag ga ik jullie de perfecte techniek van de kettlebell swing uitleggen. Veel plezier. Ja, kettlebell swing, de koningin van de kettlebell oefeningen. Wat is de benefit van de kettlebell swing? Heel erg uniek. Dus we trainen ons hele lichaam, ons hele systeem. Maar niet alleen de spiertjes, nee, ook onze conditie. En dan gaan we ook in die vetverbranding. Ik wil even uitleggen. Brede stand, we trainen voornamelijk de grote rugspier. We trainen actieve rek van de hamstrings en lekker sexy billetjes. Hebben jullie gezien? Dat is de kettlebell swing. En nu even stap bij stap de techniek. Stap 1, de belangrijkste stap. Reset position. Plaats je voeten altijd boven het kettlebell. Breed. Veel breder dan je schouders voor een stabiele stand, voor een stabiele positie. Recht terug. Like a deadlift. En dan helemaal lang rekken, hielen in het vloer duwen, spanning van je hiel tot je heup. En door deze energie gaan je armen vliegen met de kettlebell. Van de zijkant. Actieve rek van je hamstring, span je bil aan, rek je heup lang en dan gaat de kettlebell. Het komt alles uit je heup en uit je billetjes. Yes? Wat ik net al zei en heb laten zien, is dat die grootste beweging, die hoofdbeweging, uit je heup en je bil komt. Heel vaak zie ik op de vloer dat die mensen gewoon met de armen trekken. Even laten zien. Ja, met de armen. Maar, die armen doen helemaal niks. Die zijn alleen de verlenging van die schouder tot het kettlebell. Relax, alsof ze hier swingen en alleen door het lange rekken van de heup, spanning met je bil, gaat de kettlebell van alleen, helemaal van alleen vliegen. En je meer kracht je zet, desto extremer gaat de kettlebell vliegen. Hey kleintje, goed gedaan! Nou, dat was de kettlebell swing. De basis kettlebell swing met twee armen. Volgende keer leg ik jullie uit, kettlebell swing, one arm.